In de Brabantsonnestraat in Leuven is het nieuwe woonzorgcentrum Sint Vincentius van Orpea ingehuldigd. Dit gebeurde in aanwezigheid van de bewoners, hun families en tal van genodigden, waaronder burgemeester Louis Tobak. Tijdens een rondleiding kreeg hij een uitgebreide briefing over de zorgverlening en over de culinaire capaciteiten van dit woonzorgcentrum. Het restaurant ervan bevindt zich namelijk in de betoverende setting van de gerestaureerde oude Sint-Alfonsuskerk. Meneer De Deken, u bent een kerk kwijt. Niet echt kwijt, want ze wordt opnieuw gebruikt. Ik vind het wel een knappe prestatie om van toch een bijzonder attractieve, maar ook historische kerk met zijn Byzantijnse mozaïeken, om daar toch zoiets van te maken. Over het leven in Sint Vincentius geeft deze dame alvast haar mening aan de deken van Leuven. Maar het is wel leuk, jawel. We hebben het hier heel leuk. Daar is veel, praktisch alle dagen animatie. Je bent niet verplicht om daar naartoe te gaan. Het is heel prachtig om hier te zitten, om te eten. Het is voor ons alle dagen vakantie. Ik denk dat dit woonzorgcentrum uniek is door de kerk. Ik denk dat dat een hele speciale beleving is voor de bewoners om daar elke middag te kunnen eten. Maar ik denk los daarvan dat wij proberen van te zorgen dat bewoners zich hier erg thuis voelen. Het zijn niet de muren die het verschil maken, maar de mensen. En dat geldt ook voor deze omgeving. Het is een heel mooie omgeving, maar tenslotte is het de manier waarop men de bewoner tegemoet treedt die maakt of iemand zich welkom voelt. Wij bieden zorg op maat van onze bewoners. Als een bewoner lang wil blijven slapen en later ontbijten, dat kan het bij ons. Want de bewoner ontbijt bij ons op de kamer en kan opstaan op zijn of haar eigen ritme. Daarnaast vullen wij de daginvulling in op vraag van onze bewoner met animatieactiviteiten of met andere activiteiten aangepast aan de behoeften van de bewoner. Dit is wel een heel unieke site. Heel uniek, ja. In die zin dat door de architectuur. Maar ook door het feit dat we de zorg, de hoogkwalitatieve zorg, combineren eigenlijk met de hoge hotelfunctie die we aanbieden. Orpea heeft natuurlijk als hoofdopdracht het bouwen en het beheren van ons zorgcentra ten dienste van haar bewoners. Op deze site hebben we echter een opportuniteit gevonden en er bewust ook voor gekozen om een historisch monument in ere te herstellen. En op deze manier ook iets terug te doen, ook iets bij te dragen aan het culturele erfgoed van Vlaanderen. En niet alleen aan Vlaanderen, maar ook aan de buurt. We hebben een zeer goed contact. Hè. Dat is duidelijk dat het woon- en zorgcentrum open staat voor, laten we zeggen, een echte goede buurt te worden. En in dat opzicht hebben wij dus eigenlijk heel veel kunnen bespreken. De investering in Sint Vincentius bedraagt 26 miljoen euro. Hiermee integreert Orpea Belgium de herbestemming van een kerk in een uniek project waar zorgverlening centraal staat.